Dag iedereen, mijn naam is Marie-François, ik ben een klassiek concertpianiste en ik heet jullie vandaag voor de allerlaatste keer welkom op mijn kwartiertje klassiek. Wel, het is een speciaal moment vandaag, want het is eigenlijk de allerlaatste keer dat ik vanuit mijn living met mijn beste vriend een filmpje voor jullie opneem. Ik heb 4 maanden aan een stuk wekelijks over klassieke muziek gebabbeld. Hopelijk op een spontane, ludieke manier. Dat is alleszins altijd de bedoeling geweest. Ik wil echt duidelijk laten maken en eigenlijk heel duidelijk laten zien dat klassieke muziek zoveel meer is als het woord klassiek zegt. De muziek hoeft helemaal niet saai of klassiek of in hokjes gedacht te worden. Ik wil net dat het heel levend is, heel menselijk, heel jong en puur. En ik hoop dat met mijn kwartiertje klassiek ik jullie een heel klein beetje een inkijk heb kunnen geven in wat klassieke muziek allemaal kan zijn en wat ik eigenlijk allemaal doe als pianiste. Zoveel meer als misschien sommigen onder jullie denken. Ik vond het echt super leuk om jullie mee te nemen in de wonderwereld van de klassieke muziek. En hopelijk heb ik jullie ook af en toe iets bij kunnen leren. Lijkt me wel tof als dat het geval zou geweest zijn. Wel, het zou natuurlijk nog leuker zijn om misschien jullie kijkers, de vaste trouwe kijkers onder jullie, eens te ontmoeten in het echt. Dus bij deze wil ik jullie van harte welkom heten op een volgend concert van mij. Stuur me een mailtje, stuur me een berichtje op Facebook. Ik zou het superleuk vinden om jullie reacties te horen. Ik vond het alleszins echt een leerrijke ervaring, een leerrijke parcours ook. Ik vond het echt heel leuk. Ik ga het ook wel een beetje missen. Het gaat raar zijn om niet meer zo wekelijks iets te doen rond de klassieke muziek. Voor Denderland. Maar ik dacht, het is tijd om een einde aan te breien, omdat ik me nu ook toch wel graag wil focussen eigenlijk op het spelen, het muziek maken in het echt, want het kan weer en ik kan gewoon niet wachten. Ik sta echt te popelen om me weer volledig te laten gaan in het pianospelen voor het publiek. En sluit ik hiermee mijn laatste aflevering van het kwartiertje klassiek af. En ik dacht, dat moet feestelijk verlopen. Dus wilde ik graag eindigen met een jazzstukje. Het is namelijk zo, klassieke muziek hoeft niet altijd klassiek te zijn. Er zijn ook componisten die bijvoorbeeld jazz componeerden, gelijk George Gershwin. Ik ga van zijn 3 preludes, de 3 preludes, de 3e spelen. Lekker kort, maar pittig. Omdat ik dacht, ik heb eigenlijk geen zin meer om er nog veel woorden aan vuil te maken. Ik heb me enorm gegeven tijdens deze serie. Ik heb mijn best gedaan om gewoon mijn liefde voor muziek te uiten via dit kanaal. En ik dacht, wat is er beter dan eigenlijk eindigen met gewoon nog een lekker brokje stevige muziek. Waarop ik eigenlijk jullie virtueel omarm en heel veel liefde geef. Mag nog altijd niet volledig met corona. Dus via deze weg omarm ik jullie. Geef ik jullie nog een laatste keer een bisou. En hopelijk tot ooit eens in het echt. Gelijk ik zeg, altijd welkom. Ik kijk er naar uit om de kijkers eens ooit een keertje te ontmoeten. Waarom niet? Succes met alles. Geniet van de klassieke muziek. Zoek het nog eens een keertje op. Alle componisten, alle muziek waarover ik sprak. Het is zo'n prachtige muziek. Geniet van de muziek. En hopelijk tot ooit in het echt. Thank you.
Oh ja. En ik zou nooit het laatste kwartiertje klassiek kunnen afronden zonder jullie nog een keer mijn kleine lieve hondjes te laten zien. Dus bij deze Victor, die altijd heel lief en in pure stilte zelfs onder de piano lag om mee te luisteren naar wat ik allemaal aan het doen was en aan het opnemen was voor jullie. En Victor, altijd even enthousiast, terwijl het meeste lawaai jullie waarschijnlijk gehoord hebben van deze rakker. Kloosje, die altijd aanwezig was en zich ook graag liet horen met zijn knorretjes en zijn gesnurk op de achtergrond. Dus elke keer als jullie een knorretje hoorden, dan was het van dit ventje. Dus Klaus, Victor, ik en mijn beste vriend de piano wensen jullie het allerbeste. Hey Klausje, dag!